Nu eerst Sesamstraat. Daar zijn ze boos. Het programma wordt veel te vroeg uitgezonden, vinden de makers. En nu kijken er veel te weinig mensen naar Innie Minnie en Aard. Samen met fans zijn ze daarom een actie begonnen om ervoor te zorgen dat Sesamstraat pas na 6 uur 's avonds op tv komt. Sesamstraat. Sesamstraat. Ken jij Sesamstraat? Ja, dat ken ik. We kijken nog steeds naar. Allemaal. Nu hebben ze toch zo'n nieuw varkentje, die is heel schattig. Ja, die vind ik ook leuk. Ik werd vroeger altijd Innie Minnie genoemd. Dat was bij de geboorte. Eigenlijk kent iedereen Sesamstraat, maar er kijkt bijna niemand meer. En volgens de makers van het programma heeft dat te maken met de tijd waarop het wordt uitgezonden. Jullie zijn allemaal van lotje getikt. Aard Staartjes, die je beter kent als meneer Aard, vindt het vreselijk. Ja, het doet heel erg pijn, omdat ik het langzaam gewoon in de put zie zakken. Want de kijkers die we kwijtgeraakt zijn, die krijgen we niet meer terug. Vroeger werd het programma uitgezonden om 6:30. Toen trok het vaak bijna 500.000 kijkers. 10 jaar geleden ging Sesamstraat naar 5:30. Toen bleven er nog maar 165.000 kijkers over. Sinds een tijdje wordt Sesamstraat om 5 uur uitgezonden. En kijken er gemiddeld nog maar 55.000 mensen. Op de website sesamstraat-naar-half-zeven.nl zijn al bijna 35.000 reacties binnengekomen van fans. Die willen dat het programma weer naar 6:30 gaat. Want het is belangrijk dat veel kinderen kunnen kijken, zeggen ze. Om 5 uur is er geen kind thuis. Die komen allemaal uit de opvang, de schoolopvang. Ouders zijn ook niet thuis. Die komen om 5:30 thuis. Dan is het dus net het Centraal Station in Amsterdam. Iedereen holt door elkaar heen. 6:30, dan eindelijk komt de rust. Aard Staartjes was vandaag op bezoek bij de zenderbazen van Nederland 1, 2 en 3... om te vragen of Sesamstraat weer naar 6:30 kan. Ook Suzanne Kunseler, die over kindertelevisie gaat, was erbij. Maar zij zegt dat 6:30 toch echt niet kan. Op Nederland 3 hebben we Zeppelin en Zep, de jeugdzender. En wij zenden na 6:00 zenden we daar programma's uit op Zep voor de oudere kinderen. Dat is Panga's Klokhuis Jeugdjournaal. Daarom hebben we bedacht om op Nederland 1 dan Sesamstraat uit te zenden. Maar ja, Nederland 1 is om 6:00 ook het grote mensenjournaal. En daarna komen gewoon programma's voor de volwassenen. Dus dan hebben we ook geen plekje meer. Het is wel zeker dat Sesamstraat vanaf volgende week weer om 5:30 te zien is in plaats van 5:00. Na 6:00 zit er dus echt niet in, maar de actievoerders houden vol. Wat is er? Nou, gewoon weer op de oude tijd doen. Ja. Best wel zonde. Zonde, ja. Het is echt een leuk programma voor kinderen. Ik doe mijn best. En anders, ja, dan moeten ze het maar opdoeken, vind ik, het programma. Als ze het niet belangrijk vinden. Bij Sesamstraat! Wil je meer weten over de actie? Check www.jeugdjournaal.nl voor informatie.